Helemaal superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe bakvideo. Dit keer weer samen met Hilly. Hilly en ik hebben inmiddels al 2 bakvideo's samen opgenomen, namelijk de smoothie bowl en perenkrumbel. Yes. Ja, en we hebben een voorstelvideo opgenomen, dus weet je nou niet wie Hilly is, check even de video's hieronder. En vandaag hebben we een nieuw recept voor jullie en dat is... Het is echt een viral TikTok recept, namelijk yoghurt toast. En we hebben het beide nog nooit gemaakt. Nee. Dus we gaan zien of het überhaupt lekker is. De eerste keer. Ja. Maar in principe, alles wat hier ligt vind ik super lekker. Dus ik denk, als je dat combineert, dat het wel echt lekker kan zijn. Ja. En het is ook echt heel simpel om te maken. Want je hebt een ei nodig, yoghurt, kaneel, honing en wat fruit. En dat doe je dan zo meteen op brood. En dan wordt het een soort van... cheesecake-achtig dingetje op je brood. Ja. Dus het klinkt het wel klinkt goed, lekker. Maar we gaan zien of het... Ik ben echt heel erg benieuwd, dus laten we meteen beginnen. Oké, wat hebben we nodig? Je hebt dus 2 eieren nodig, 4 eetlepels yoghurt, 4 eetlepels honing. Je kunt ook honingvervanger gebruiken, dat zou ook nog kunnen. Ja, ik zag in het recept van het marble syrup staan, maar dat heb ik niet. Ik weet ook niet wat het is. Maple syrup? Oh, ik dacht marble. Mabel. Sorry. Hoe? Mabel. Mabel. Wow, marble, zei ik. Zie, ik weet ook niet wat het is. Wat is dat dan? Dat is ja, ook een siroop. Maar je kunt net zo goed honing gebruiken. En je hebt ook honingvervanger. Daar zit dan geen suiker in. Dus ah, oké. En een snufje kaneel. En dan nog wat fruit. Ja, in het recept stonden aardbeien. Maar we kunnen ook framboos gebruiken. Of spessen. Wij gebruiken gewoon alles. Precies. En brood natuurlijk. 4 sneetjes brood. Ja. Dat is voor 4 sneetjes. En bijna bij elk recept staat wel wit brood. Denk ik, omdat dat misschien iets lekkerder is. Maar wij gaan het met volkoren brood doen. Ja, want dan is het gewoon gezonder. Er zitten meer vezels in. En het is een ontbijtrecept. Ja. Toch? Lunch zou ook kunnen. Ja. Ontbijt of lunch. Maar wij gaan het nu als ontbijt eten. Ja. Dan heb ik hier voor jullie het boodschappenlijstje. Even alles opgezond. Dus maak een screenshot voor als je naar de supermarkt gaat en deze ingrediënten gaat kopen. Laten we beginnen. Volgens mij moeten we alles gewoon in 1 bak mengen, toch? Ja. Als eerste de oven voorvormen. Oh ja. Oh. Maar dat hebben we al gedaan. Dat hebben wij al gedaan. Maar 200 graden. Voor jullie nu op 200 graden voorvormen. Ja. En dan is het inderdaad gewoon mengen. Maar ik denk echt dat het lekker is, want ik vind fruit sowieso echt heel lekker. Ja, en het idee is dat het een soort van cheesecake op je brood wordt. Dus dat klinkt wel heel goed. Ja. Oké, nou dan aan jou de eer om het te vullen. Ja, dit is gewoon perfect voor een broodje. En ik zag in het recept dat ze van die vierkante broodjes hadden. En wij hebben nu best wel langwerpige natuurlijk, dus dan heb je wel iets meer nodig. Maar eigenlijk is het perfect. Ja, volgens mij is het echt helemaal goed zo. Nice! Nu alleen nog je favoriete fruit erop. Ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat appel of zo ook wel zou kunnen, toch? Ik denk het ook wel. Eigenlijk... Ik hou gewoon van aardbeien. Ja, ik ook. Ik ga het net met aardbeien. Oké, aardbeien. Doen we dan ook nog eentje met blauwe bes? En framboos. En framboos, gewoon alles ja, toch? Ja, we gaan gewoon alles proberen. Oké, ik heb blauwe bessen uit de diepvries. Ja, dat moet ook. Dus die doe ik gewoon weer op dan. Gaan we... Zullen we? Ja, wat zullen we doen? We hebben
hetzelfde niet, denk ik. Oké. We kunnen of eentje met frambozen, eentje met aardbeien. We kunnen ook gewoon een mengsel van alles. Ja, ik denk een mengsel van alles. Ja, dat gaan we gewoon. Dat ziet er ook wel vrolijker uit. Gewoon heel veel fruit. Ja. En daarna doe je het 12 minuten in de oven op 200 graden. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind het er wel echt heel mooi uit. Het ziet er echt heel mooi uit. En echt lekker. Oké, klaar. Oké, 12 minuten. Jeetje, dat is wel echt snel. Dan gaan we in de tussentijd natuurlijk even de keuken opruimen. En dan is het al bijna klaar, joh. Ik ben heel benieuwd. Gaan we Enzo erbij halen zo. Spannend. Oké, 12 minuten later. Ja, dit ziet er goed uit. Oh, ik ben benieuwd. Het ziet er goed uit. Het ziet er echt goed uit. Zo het lekker. Het ruikt ook echt heel erg lekker. Door die kaneel en door dat fruit. Ja. Gaan we Enzo erbij roepen, denk ik. Om het te proeven. En wij ook proeven natuurlijk. Het is ook echt lekker een toast. Het zijn turning bitches. Oh, heerlijk. Oh, heel goed dit. Ja. Fantastisch zelfs. 10. Ik dacht, dit is of heel lekker, of dit kan echt smerig zijn. Maar, ik vind het ook lekker. Ik vind het ook heel lekker, maar door het fruit is het heel lekker. Daarom gaf ik een opmaak 10, omdat het ziet er niet per se heel lekker uit. Alsof het, als je weer een klein slootje hebt gemaakt op een brood. Echt? Ik vind dat het juist lekker uitzien. Ja. Nou, je eet hem wel helemaal op. We hebben er nog eentje, we hadden er 4 namelijk. Die mag je ook meenemen. Ja? Ja. Smaak een 10 zelfs. Ja, smaak een 10. Echt? Ja. Wow, wat geef jij het? Ik geef het 9. Vooral omdat ik niet had verwacht dat het zo lekker was. Ja. En het is heel makkelijk om te maken. Het is echt heel makkelijk om te maken. Ik geef het denk ik een 8. Ik vind het wel echt heel lekker. Ik vind het lekker dat het zo knapperig is. Ja, een 8 is ook gewoon goed. Ja, dus gemiddeld een 9. Ik kan hem op en neem die andere mee. Ja, is goed. Dat is wel een teken. Ah, dankjewel. Ja, graag gedaan. Een 10. Nou, deze gaan we nog even lekker opsmikkelen. Gaan jullie dit nou thuis ook maken? Maak dan vooral een mooie foto en tag ons op Instagram. Tag of helicious.nl of KP Active. Hieronder staan beide namen. En zoals we al zeiden, je kan het met elk soort fruit maken. Dus lust je geen aardbeien, gebruik vooral appel of banaan misschien wel. Of ja, volgens mij kan bijna alles wel. Dat denk ik ook wel. Toch? Beer. Beer, inderdaad. En ook qua brood kan volgens mij ook alles. Dus lust je geen volkoren, maar liever bruin of wit. Probeer het gewoon. Ik denk dat alles kan. Ik vind het een top recept. En dan sluiten we bij deze de video af. Met, zoals altijd, vette peace!